Kom aan, Pieter. 0,74 zijn startsnelheid en dan ligt hij achter op die twee man. Ziet het. Als hij nu gaat aanzetten, dan zit er meer in dan een vijfde plaats. Het zou zomaar kunnen. Nog naar Timmers, waar gaat hij uitkomen? Het zal een kwestie van onderste zijn. Staat hij op het podium of niet? Timmers is tweede. Zilveren medaille. 47,80. 47,80. Ja, dat was echt een moment van ongeloof eigenlijk. Ik wist op voorhand dat ik een kleine kans had om een medaille te halen, maar tijdens de race zelf dacht ik dat die kans verdwenen was. Als ik dan aantikte en toch die twee zag staan, was ik echt van, huh? Dat kan niet. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik zo'n moment had dat het echt surreëel leek, dat het een droom leek. Ik ben op mijn 4 jaar beginnen zwemmen, gewoon om te leren zwemmen. Maar op mijn 19e ongeveer begon ik wel wat te zien dat ik met heel weinig training bijna even goed was als de Belgische top. Dan ben ik op mijn 21e naar Nederland getrokken. En daar zagen ze wel dat ik echt potentieel had en dat ik nog veel marge had. Ja, amper 2 jaar later had ik de Olympische limiet al op zak. Het is niet altijd even positief gegaan. Ik heb in 2013 een klapwond gehad, een spontane. En verder heb ik vorig jaar een hersenvliesontsteking gehad. Mijn valiezen stonden klaar om naar het EK te vertrekken. En die nacht ben ik in het ziekenhuis beland. Ja, dat is een hele klap natuurlijk, hè. Ik was in bloedvorm. Maar gelukkig heb ik wel de kunde, zeg maar, om die knop snel te kunnen omdraaien. En mijn focus te verleggen op een volgende doel. Ik heb al vaak gehoord dat zwemmen een van de zwaarste sporten is. Het is heel trainingsintensief. Elke dag dat ik niet train, de concurrentie blijft ook niet stilzitten. Vroeger was het altijd 20-5 opstaan voor de Olympische Spelen van Rio. Dan kom je aan 30 uur per week training uit. Ik denk dat ik er toch blijf voor gaan, omdat ik er goed in ben. Dus ik weet nu, ook al is het niet altijd leuk en plezant, dat ik dit gewoon nu even moet doen en dat ik er zoveel mogelijk wil uithalen. Mijn mooiste achievement is wel mijn Olympisch zilver sowieso. Dat is iets waar elke sporter van droomt, een Olympische medaille. Dat is het op één na hoogste dat ik gehaald heb. Enkel goud is nog beter. Daar ga ik voor, ja. Dat is het summum natuurlijk van de sport.